raadsvergadering van de gemeente Hardenberg. Ik heet u allemaal van harte welkom. Ik kijk even u allemaal er bent. En op één lid na is dat het geval. Ik kijk ook degene die thuis meekijken via de streaming. Van harte welkom. We hebben een vergadering waarin een hamerstuk op de agenda staat. Een aantal vragen aan de orde komt. Maar ik begin alvast met na deze opening met de mededeling dat mevrouw Verschuur en de heer Roelofs helaas niet bij ons kunnen zijn. We komen aan bij de actuele vragenronde. Er zijn twee vragen ingediend. Eén met betrekking tot de Matrix, onze school in Hardenberg. En de andere wat betreft het rapport Almelo de Haandrik. Ik begin met de vraag over de Matrix. 50PLUS samen met GroenLinks heeft hem ingediend. Ik kijk eventjes wie van u. Ik zou het woord voeren. Ja, dan heeft u het woord hierbij. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is duidelijk geworden dat er nogal wat gebreken zitten momenteel binnen de Matrix. We lezen de keizerdak, lekker toiletten. Daar zitten zo'n legionella zitten in de waterleiding. Wij maken ons ernstige zorgen over zowel 50PLUS als GroenLinks. Wanneer is dit allemaal nog verantwoord dat je kinderen naar school gaan? Daar willen we graag antwoord op van het college. Goed, ik kijk even richting college. Wethouder ten Kate. Ja, voorzitter. Ik hoor u. Heeft het woord. De Matrix. Het klopt dat er bij de Matrix een aantal technische gebreken zijn geconstateerd. En die voor veel overlast zorgen bij onze gebruikers. Een aantal gebreken die zijn het gevolg. Van een niet correcte uitvoering tijdens de bouw van de brede school. Het gaat met name, en dat werd ook al gezegd, over de dakbedekking op een deel van het gebouw, lekkage van de inbouwtoiletten en een legionella-problematiek. De gebreken die acuut om een oplossing vroegen, die zijn inmiddels in goed overleg met de beide scholen opgelost en naar volle tevredenheid van onze gebruikers en de andere zaken die iets langer konden wachten, daar wachten wij op een goed moment om ze op te pakken. En met een goed moment bedoelen we dus dat er zo min mogelijk overlast is voor de leerlingen. De vraag van is het nog verantwoord en is het nog veilig? De vraag die zojuist werd gesteld, daarop moet ik met ja antwoorden. Nogmaals, er zijn een aantal zaken die acuut opgelost moesten worden. Die zijn opgepakt en ook samen met en ook in volle tevredenheid van de beide scholen. Dus in die zin werken we daar ook goed samen mee op. En u hebt ook gezien in een collegevoorstel dat zaken die iets langer kunnen wachten, die worden opgepakt direct na goedkeuring van de eerste BRAP. En dan gaan we daar ook mee aan de slag. Dus ja, dat zijn eigenlijk de antwoorden op de vraag van de heer Schuurman. Dank u wel. Het reglement van orde geeft ruimte voor andere vragen nog vanuit de raad. Ik kijk of daar behoefte aan is. Ik zie geen... Ja, de heer Bakhuis. Ja, de heer Bakhuis. Nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, in aanvulling op de vraag van de heer Schuurman en ook van links... Natuurlijk heel mooi dat het allemaal opgepakt wordt, maar komt er nog een soort van onderzoek naar welke gebreken we in de toekomst hebben te verwachten? Want we hebben toch het idee van dat er telkens weer wat nieuws om de hoek komt kijken. Kunt u daar antwoord op geven? Wethouder. Nou, we zijn nu nog druk bezig om de problemen die er nu zijn, om die op te lossen. Er ligt niet een onderzoek direct in het vooruitzicht. Ja, we zouden het kunnen overwegen, maar we hebben het gevoel dat we wel het gebouw eigenlijk wel goed in beeld hebben. Maar ik moet ook erkennen, ook deze zaken waar wij niet aankomen, zeker het dak niet. Dat is iets wat absoluut niet is opgevallen. We kunnen het hele gebouw ondersteboven zetten en misschien komen we wat tegen en misschien wel niet. Dat is een afweging. Ik zie de hand van de heer Boshoven. En van de heer voorzitter. Ja, voorzitter, als ik mag. U mag, ja. Ja. Even aanhakend op de beantwoording ook op de heer Bakhuis.
En daar ben ik toch ook wel benieuwd naar, hè? Want vooral als je het hebt over die waterleiding die over een verwarmingsonderdeel ligt. We kunnen het hele gebouw over ophalen en dan vinden we misschien wel iets. Maar dit heeft er natuurlijk, naar ik aanneem, al vanaf de oplevering ingezeten. Waardoor zelfs de bouwgarantie al verlopen is. Ik ben toch wel benieuwd hoe de wethouder daarnaar kijkt, hoe dat heeft kunnen gebeuren. En in die zin moeten we natuurlijk niet meer van dat soort dingen tegenkomen, voorzitter. Wethouder de Kater. Ja, voorzitter, die vraag heb ik mij ook gesteld. En ik heb ook gevraagd van, is er tijdens de bouw wel voldoende toezicht geweest? Want dat is de eerste vraag die je natuurlijk stelt. En ja, er is gezegd van, er is absoluut toezicht geweest. Dat is een bouwmanagement en een toezichthouder geweest die namens de gemeente dat heeft gedaan. Echter, dat was wel een externe partij, dus het waren we niet zelf, maar het is uitbesteed aan een externe partij die toezicht heeft gehouden. Dan komt voor mij ook direct de volgende vraag om de orde van, kunnen we dan deze mensen nu nog bij, nou laten we het maar eens populair zeggen, hun nekvel pakken om te kijken van wat valt daar dan nog te verhalen. Dat is ook afgestemd met de juridische adviseur. En dan is de conclusie dat gebreken die na 5 jaar na oplevering zich manifesteren, dat die niet meer aanhangig gemaakt kunnen worden bij de Raad van Arbitrage. Dus daar op die uitvoering daar valt geen schade te verhalen. En ja, overigens, en dat wellicht weet u dat ook, is de aannemer ook al failliet gegaan tijdens het einde van de bouw en heeft een andere aannemer dat ook afgemaakt. Dus in die zin valt er weinig te halen, hoe jammer het ook is. De heer Gelling. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de VVD onderschrijft natuurlijk de voorzitter aandacht en betrokkenheid bij het gebouw de Matrix. Dat verdient veel aandacht. Goed dat de fractie 50PLUS en GroenLinks daar aandacht voor vragen. Alleen de vorm, daar zou ik toch wel een kleine kanttekening bij willen plaatsen. Omdat ik van een aantal ouders toch wel begrepen heb dat er heel wat onrust is ontstaan naar van de gekozen weg om dit aan te brengen. En het zou voor denk ik wel goed zijn om daar zorgvuldigheid te betrachten om te voorkomen dat heel veel ouders en kinderen wat onrustig worden van de prikkelen die hier spelen. Ik kijk even richting van de wethouder, een antwoord opgegeven is. Het is niet zozeer een vraag direct aan u gericht. Ja, voorzitter. Ik laat even in het midden hoe het proces is gegaan en wat de raad daarvan vindt. Ik moet wel onderschrijven dat er na de publicatie bij RTV Oost wel, en ook in de Stentor volgens mij, wel enige onrust is ontstaan. En ook de scholen zich genoodzaakt hebben gevoeld om een brief te sturen naar de ouders. Om ook nog eens te benadrukken dat er eigenlijk een absoluut veilige situatie is in de school. En dat ook in goed overleg en naar volle tevredenheid samen gewerkt wordt met de gemeente om dit op te pakken. Dank u wel. Ik zie verder geen vragen meer. Kijken of dat ook zo is. Mag ik daar nog even op binnen? Ik geef u ruimte voor een korte reactie. Oké. Okay. Het is niet de bedoeling, ik wil eventjes ten overvloede wellicht. Nee, absoluut niet. Ik laat me herinneren, man, wanneer dan het college hier toch een commentaar had willen geven, dat ze dat ook wellicht in de raadsleden hadden moeten doen. Zodat je ook op de hoogte waren wat er gebeurde bij de maatregelen. Daar mogen we bij duiken. Zeker, dank u wel. Wij gaan naar de volgende vraag. En die is van afkomstig van het CDA, dacht in Nijhoff. Die gaat over het rapport AMLO de Haandrik. Het rapport dat vanochtend uitgebracht is, gepresenteerd is. Ja, dank u wel, voorzitter. Het onderzoeksrapport over de problemen aan woningen en bedrijfspanden aan het kanaal AMLO de Haandrik is vandaag gepresenteerd. Het betreft ook woningen in de gemeente Hardenberg. En treft dus ook een aantal inwoners uit onze gemeente. Het CDA is benieuwd naar de eerste reactie van het college op de uitkomsten van dit onderzoek. Nou, werd het een kaart, die was net in beeld, als een woord. Misschien kunt u de eerste reactie geven. Ja, voorzitter. Wij zijn ook blij dat het rapport vanmorgen is gepresenteerd. Want het werd even opgehouden door de coronamaatregelen om bij elkaar te komen. Daardoor is het ook uitgesteld. En het rapport was al een hele tijd klaar en dan is het ook wel goed dat het er is, zodat ook we verder kunnen met een perspectief voor onze inwoners. Het is nog vrij vers,
Wij willen de komende week nog gebruiken om de uitkomsten nog eens nader te bestuderen. Gelukkig is er voor de Raad ook een mogelijkheid om morgen bijgepraat te worden. Morgenavond om 8 uur, morgenavond digitaal. Daar hebben ze volgens mij ook allemaal bericht van gehad. En op 10 juni zijn er ook mogelijkheden voor raadsleden en statenleden om vragen te stellen. Dus in die zin is er volop daar aandacht aan besteed. Laat ik zeggen dat we los van de uitkomst willen we heel graag samen met de provincie kijken naar het vervolg. Want er is nu een rapport, maar veel belangrijker is het nog van wat betekent dat nou voor onze inwoners en hoe gaan we daar verder mee om. Waarbij gedeputeerde Boerman vanmorgen nadrukkelijk heeft aangegeven dat er voor alle ruim 300 situaties in december een perspectief zal moeten zijn. En dat geeft wat mij betreft duidelijkheid en daaraan. En daar zitten we allemaal en met name onze inwoners echt op te wachten. Dat is eigenlijk wat ik er op dit moment eerst van zou willen zeggen. Dank wel. Ik kijk of er andere vragen zijn vanuit de Raad. Zo handjes de lucht in gaan. Ik zie er geen. Kijk even naar de griffier. Is het andere blik? Nee, dan stel ik vast dat de vragenronde hiermee voltooid is. Vaststelling agenda, het volgende agendapunt. Kunt u zich vinden in de agenda zoals die voor ligt. Ik zie alleen maar een knik. De besluitlijst van de raadsvergadering van 12 mei jongstleden. Is die akkoord? Ja, ook daar instemming. Dan komen we bij het hamerstuk vaststelling bestemmingsplan Ane, aan de Veenseweg 14. En dat is een wijziging van een bedrijfsbestemming in de woonbestemming. Als hamerstuk daar, je kijkt of er behoefte is aan een stemverklaring. Ik zie die niet. Ja, de heer Oding, die steekt een duim in de lucht. Dat is meer akkoord. Dat is geen stemverklaring, nee. Dan kijk ik even rond of dat ik ervan uit kan gaan dat dit voorstel op een meerderheid mag rekenen, unanimiteit, of dat die behoefte heeft aan stemming. Nee, dan concludeer ik dat dit voorstel hiermee aangenomen is. En dan brengt het ons bij tenslotte de rondvraag. En ik zie daar geen meldingen voor. Dan rest mij de sluiting van deze korte vergadering. Ik sluit bij de vergadering waarbij ik u als raadsleden wil oproepen niet uit te loggen, want anders moeten we helemaal opnieuw beginnen. En even wil blijven hangen tot 7:30, want dan gaat de O-ronde beginnen met een andere voorzitter. Voor nu, degene die meegekeken hebben naar de raadsvergadering, ik dank u voor de belangstelling en we hopen elkaar weer binnenkort te mogen ontmoeten. Ik sluit de vergadering nogmaals.